Wat zijn proteïnen en waarom hebben we ze nodig? Nou, het kortste antwoord daarop is gewoon, proteïnen zijn bouwstenen voor je lichaam. Ons lichaam is eigenlijk gebouwd op proteïne. Proteïne wordt ook wel eens eiwitten genoemd. Dus als je proteïne hoort, dan kun je de link maken met eiwitten. De werking van proteïne kun je bijvoorbeeld goed zien als je aan het sporten bent en je hebt bijna geen proteïneinname. Als je nou heel hard sport en je hebt bijna geen proteïne, dan kun je eigenlijk zeggen dat je op gebakken lucht aan het sporten bent. Nou, zoals we nu misschien ook al weten, hoe meer spiermassa we hebben, hoe meer calorieën we gaan verbranden, hoe meer we kunnen gaan afvallen en hoe strakker we worden. Nou, ik wil je een voorbeeld geven met bijvoorbeeld deze Lego-stenen. Proteïnen zijn een soort Lego-stenen voor ons lichaam. Dit is het Lego-mannetje, noem ik hem altijd. En het Lego-mannetje gaat bouwen. Zo, kijk. Doordat er Lego-stenen zijn, kan het Lego-mannetje Lego bouwen. Maar wat nou als dit het geval is? Oké, geen Lego. Het Lego mannetje wil heel graag blokjes bouwen. Maar er is geen Lego. Tja, dan kan hij dus moeilijk een huisje bouwen of blokjes bouwen of een toren bouwen of whatever. Want er zijn gewoon geen Lego steentjes. Zodra we dus wel proteïne hebben, zijn we in staat om een spier op te bouwen. Er zijn twee soorten verschillende proteïne, eiwitten. Je hebt plantaardige eiwitten en je hebt dierlijke eiwitten. Dierlijke eiwitten krijgen we op zich al best wel genoeg binnen in ons normale eten. En dierlijke eiwitten zijn eigenlijk iets minder goed dan de plantaardige, want dierlijke eiwitten bevatten ook veel vetten. En we krijgen er dus al genoeg van binnen, dus daar hoeven we in principe niet heel erg veel rekening mee te houden. Wat wel heel erg belangrijk is, is om plantaardige eiwitten ook binnen te krijgen. Dit is wat makkelijker voor je lichaam om op te nemen en bevat ook minder verkeerde vetten. En ik zal je wat voedingsadvies geven waarin proteïnen zitten. Ten eerste is vis uiterst gezonde, proteïnerijke voeding. Vis bevat 6-18% proteïne. Ik heb het over tonijn, over zalm, makreel, sardientjes, forel, haring, paling, tong en kabeljauw. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan krab, kreeft of garnalen, of mossels en oesters. Vlees is ook een hele goede eiwitrijke voeding, maar pas je wel bij op dat je niet te veel vetten en transvetten binnenkrijgt, want dat is natuurlijk weer niet gezond voor je. Probeer dus altijd de versie mager te nemen. Dan heb ik het over kip, kalkoen, rundvlees, varkensvlees, lamsvlees of wildvlees zoals hert, konijn, zwijn, eend of zand. Zuivel is ook eiwitrijk. Denk aan magere yoghurt, magere kwark, magere kaas en karnemelk. Sommige groenten zijn ook eiwitrijk. Denk aan sojabonen, kapucijnen en linzen, witte en bruine bonen, erwten, tuinbonen of pinda's. Naast peulvruchten bevatten mais, aardappelen en boerenkool ook relatief veel proteïne. Daarnaast heb je nog wat overige plantaardige eiwitten, zoals bijvoorbeeld noten, paddenstoelen en pitten en zaden en granen. En ook eieren. Oh my god. Oké, ook eieren zijn logischerwijs proteïnrijk. Alleen eet hier niet te veel van, want er zitten ook dierlijke vetten in. Nou, wat ook nog eiwitrijk fruit is, zijn bijvoorbeeld bananen, mango's, aardbeien, bessen, avocado. Nou, in fruit zitten natuurlijk wel suikers, dus je moet daar niet heel erg veel van eten, maar je mag echt wel fruit van eten, want fruit zit namelijk ook heel veel vitamines en mineralen, wat ook heel erg gezond voor je is. Oh ja, en er zit ook nog vezels in, ook heel gezond voor je. Het is gewoon gezond voor je. Nou, ga hier niet al te druk mee bezig zijn en zo. Onthoud gewoon waar allemaal proteïne in zit, maar eet vooral gevarieerd. Dat is ontzettend belangrijk.
Nou, mijn vraag aan jou is of jij je ook proteïnerijk voedsel eet. Nou, wil je dat even laten weten onder in een reactie hier? Wat voor een proteïnerijk voedsel jij altijd al gedurende de week of de dag allemaal eet? Nou, dan ga ik nog eventjes wat proteïnerijk snoepen. Oh, dat is echt lekker. You got me crazy for your love. Wat zijn proteïnen en waarom hebben we ze nodig? Nou, het kortste antwoord daarop is gewoon, proteïnen zijn bouwstenen voor je lichaam. Ons lichaam is eigenlijk gebouwd op proteïnen. Proteïne wordt ook wel eens eiwitten genoemd. Dus als je proteïne hoort, dan kun je de link maken met eiwitten. De werking van proteïne kun je bijvoorbeeld goed zien als je aan het sporten bent en je hebt bijna geen proteïneinname. Als je nou heel hard sport en je hebt bijna geen proteïne, dan kun je eigenlijk zeggen dat je op gebakken lucht aan het sporten bent. Nou, zoals we nu misschien ook al weten, hoe meer spiermassa we hebben, hoe meer calorieën we gaan verbranden, hoe meer we kunnen gaan afvallen en hoe strakker we worden. Nou, ik wil je een voorbeeld geven met bijvoorbeeld deze Lego-stenen. Proteïnen zijn een soort Lego-steen voor ons lichaam. Dit is het Lego-mannetje, noem ik hem altijd. Witte en bruine bonen, erwten, tuinbonen of pinda's. Naast spulvruchten bevatten mais, aardappelen en boerenkool ook relatief veel proteïne. Daarnaast heb je nog wat overige plantaardige eiwitten, zoals bijvoorbeeld noten, paddenstoelen en pitten en zaden en granen. En ook eieren. Oh my. Oké. Ook eieren zijn logischerwijs proteïnrijk. Alleen eet hier niet te veel van, want er zitten ook dierlijke vetten in. Nou, wat ook nog eiwitrijk fruit is, zijn bijvoorbeeld bananen, mango's, aardbeien, bessen, avocado. Nou, en fruit is nijn, overzalm, kreel, sardientjes, forel, haring, paling, tong en kabeljauw. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan krab, kreeft of garnalen, of mossels en oesters. Nou, vlees is ook een hele goede eiwitrijke voeding, maar pas je wel bij op dat je niet te veel vetten en transvetten binnenkrijgt, want dat is natuurlijk weer niet gezond voor je. Probeer dus altijd de versie mager te nemen. Dan heb ik het over kip, kalkoen, rundvlees, varkensvlees, lamsvlees of wildvlees zoals hert, konijn, zwijn, eend of fazant. Zuivel is ook eiwitrijk. Denk aan magere yoghurt, magere kwark, magere kaas en karnemelk. Sommige groenten zijn ook eiwitrijk. Denk aan sojabonen, kapucijnen en linzen. En het Lego mannetje gaat bouwen. Doordat er Lego-stenen zijn, kan het Lego-mannetje Lego bouwen. Maar wat nou als dit het geval is? Oké, geen Lego. Het Lego-mannetje wil heel graag blokjes bouwen. Maar er is geen Lego. Tja, dan kan hij dus moeilijk een huisje bouwen of blokjes bouwen of een toren bouwen of whatever.
Want er zijn gewoon geen Lego steentjes. Nou. Zodra we dus wel proteïne hebben, zijn we in staat om een spier op te bouwen. Er zijn twee soorten verschillende proteïne, eiwitten. Je hebt plantaardige eiwitten en je hebt dierlijke eiwitten. Dierlijke eiwitten krijgen we op zich al best wel genoeg binnen in ons normale eten. En dierlijke eiwitten zijn eigenlijk iets minder goed dan de plantaardige. Want dierlijke eiwitten bevatten ook veel vetten. En we krijgen er dus al genoeg van binnen. Dus daar hoeven we in principe niet heel erg veel rekening mee te houden. Wat wel heel erg belangrijk is, is om plantaardige eiwitten ook binnen te krijgen. Dit is wat makkelijker voor je lichaam om op te nemen en bevat ook minder verkeerde vetten. En ik zal je wat voedingsadvies geven waarin proteïnen zitten. Ten eerste is vis uiterst gezonde, proteïnerijke voeding. Vis bevat 6 tot 18% proteïne. Ik heb het over